Kijk, daar is ze. Ons mooie meisje. Lima heeft last van krampjes. Ik ga weer wandelen. Ik ben nu bij Litchi Girls. Ik heb dit setje aan. Ik hou van glitter. Alles zijn we aan het afkraken bij Dior, maar dit vinden we leuk. Enig, schat. En jullie? Heb je het van mama? Wij zijn een taart aan het maken. Oh, maar die... Ik voel mij een beetje schuldig omdat ik hier met Lima lekker thuis ben. Jules is echt in onze drukste periode inkoopseizoen alleen. Dus ik heb een heel mooi cadeau voor Jules gekocht. Dat gaat ze echt niet verwachten. Hier. Hier staat de vlogcamera. Ja. Ik ben Rocket. Oké. Welkom bij een nieuwe vlog. Met Rocket en Lima. We zijn het even snel bij mij thuis opgenomen. Maar die is helemaal heen gekomen met Limaatje. Ik heb niet echt een leuke nacht gehad met de baby. Dus ik heb geen make-up op. Ik wilde me zo goed voorbereiden. Maar hè, soms heb je gewoon even geen zin dan om je make-up te doen. Ah, je met de baby. Pas op hoor. Maar in deze weekvlog gaan jullie zien hoe ik een dagje Amsterdam ga winkelen voor de vakantieoutfit. En weet je dat Lima en Livia en als mom blijft nu van twee keer. Ja. Lima in een super Burberry outfit. Ja. En Marie gaat. Marie gaat een taart. Juist de baby. Ik heb de baby laten zien. Marie gaat een taart bakken met Livia. En we laten onze Clean Glow huisroutine zien. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf dan kijken, subscriben en duimpje omhoog. Hallo. Hallo Lima. Wat een leuke baby hè, Rock. Ga een kusje geven aan Lima? Ja. Oh. Yo, hello everyone. It's been a while. Vorige vlog heb ik eigenlijk 2 weken geleden opgenomen met Livia en Lima. Limaatje is nu 2,5 week. Het gaat echt onwijs goed. Ze heeft alleen onwijs veel last van krampjes. En Lima, ik haal ze altijd door de warme twee nu. En Livia had hier dus echt totaal geen last van. Dus dat is even iets nieuws voor ons. Beetje jammer, maar goed. Voor Lima is het nog vervelender. Ze heeft best wel veel heluurtjes. Ze is een beetje onrustig. En ze nemen borst ook niet zo goed. Livia heb ik natuurlijk 10 maanden borstvoeding gegeven. Lima vindt het niet zo fijn. Dus ik denk dat ze gewoon lekker overgaan op de flesvoeding. Je hebt nu ook allemaal Invictol en dan Jan Pitten en zo, et cetera. Al die tips heb ik gekregen al. Dus dat gaan we gewoon mee aan de slag. Dan zien we weer dat een tweede kindje echt totaal anders kan zijn. Dus het maakt echt helemaal niet uit als je een kindje hebt. Je hebt eigenlijk een beetje hetzelfde verwachtingspatroon, maar dat is dus helemaal niet. Dus ik heb nu net even lekker 1,5 uur gewandeld, want dan is ze meteen stil. En heeft ze niet zoveel last van die krampjes. Daar ligt ze, ons prinsesje. Ziet er echt, al zeg ik zelf, beeldig uit. En ik hoop dat die krampjes wat minder worden. Dit is mijn update belly tot nu toe. Het gaat al de goede kant op. En ik voel me ook gelukkig wat beter al. Mijn bloedingen zijn gelukkig opgehouden. Bij Livia duurde dat echt mega lang. Echt 7 weken. En mijn herstel gaat nu veel sneller. Dus dat is echt wel 1 positief dingetje eraan. Gelukkig. Maar je merkt wel dat je tweede bevalling is. En je nu natuurlijk iets minder slaapt omdat je al een kindje hebt. En je dag gewoon vroeg begint. Dat je iets moeier bent. Maar het is echt elke seconde waard. Ik ga nu even ons kleine meisje filmen. Het ziet er heel schattig uit. In een roksel pakje. Kijk, daar is ze. Ons mooie meisje. Ik heb dit pakje van Jules gekregen. Die was van Rock. Ik ben helemaal niet van de Burberry, zoals jullie weten. Maar zo vind ik het wel echt heel schattig. En zo ligt het dus het lekkerste. Ik denk dat wij gewoon lekker die box weg gaan doen. Die sleepyhead vindt ze wel heerlijk. Maar dat ik gewoon een soort hangmat of zo koop. Want zodra ze beweegt, vindt ze dat heerlijk voor die krampjes. Dus, als jullie tips hebben voor baby met krampjes, let us know. Osteopaat zijn we al geweest. Die nog, ja, het valt nog mee, de troep. Hey Chiri, wat vind jij er allemaal van? Chirietje. Chiri moet nog even wennen aan alle baby's en kiddo's. We zijn wel weer druk bezig met onze tuin. Zal ik even laten zien. Het is ook wel weer leuk om even andere content te laten zien in plaats van alleen maar baby. Kijk hoe leuke beeldige kussens ik heb voor in mijn tuin, nieuw. Mijn poef is nieuw. En dan heb ik deze leuke tent van Dokkadot. Oh, dat is toch echt enig. Het wordt deze week echt onwijs warm. 31 graden. Dus ik heb een heerlijke tent. We gaan lekker de zandbak lekker. We gaan een padje maken voor Livia. Dat ze lekker haar ding kan doen. En ja, dit is een beetje rommelig ook. Ik had het eigenlijk beter kunnen laten zien. Wanneer het niet zo rommelig is in huis. Maar hè. That's the life with 2 kiddos. Oh, om op te eten. Oké, dit is een iets leuker beeld. Van mijn tuin. Toch enig. Ik heb even een pleat. Aangezien natuurlijk met kindjes. Ik weet niet dat mijn allerbeste keuze in mijn leven ooit is geweest. Maar we kunnen ze gewoon wassen. Dus dat scheelt een hoop. Het is toch enig zo. I love it. Oké. Okay, it's me again. With the baby. Lima heeft last van krampjes. Ik ga weer wandelen. Maar dat is zo slecht nog niet. Want ik ga echt
de allerlekkerste ijs halen ever bij Corona. Ik zat hier mezelf gewoon op een ijsje terwijl zij lekker slaapt. En gelukkig is ze in de zomer geboren. Dat ik gewoon zo met blote beentjes haar lekker, ik wilde zeggen uitlaten, kan laten slapen. In plaats van met Livia in de sneeuw in november. Dus I'm not complaining. En het is ook wel goed eventjes voor de beentjes. Lekker lang lopen. En dan douw ik er straks gewoon een ijsje in met 3 bollen en slagroom in het hoorntje. Haha. Oké, ik voel mij een beetje schuldig omdat ik hier relaxed. Met Lima lekker thuis ben en dan lekker even quality time heb met het gezin, met Jaime, met Livia. En Shiel is echt in onze drukste periode inkoopseizoen alleen. Dus ik voel me een beetje schuldig. Dus ik heb een heel mooi cadeau voor Shiel gekocht. Dat gaat ze echt niet verwachten. Ik heb gezegd een cadeautje voor haar, voor alle moeite wat ze doet. Ze moet nu ook alleen op de foto voor de website, wat echt een gedoe is en heel veel werk. Naar kantoor, personeelszaken en dan nog inkoopseizoen, modebeurs. Dus heel druk. Dus ik hoop dat ik hier een beetje, niet dat je er altijd goed moet maken. Maar dat ze weet dat ik het heel erg waardeer. Dat ze zoveel voor ons doet en voor Reiners. Deze schoenen wil ze heel graag. Echt, dat gaat ze echt niet verwachten. Ik ga nu richting Sam. Het leven op haar bij moeder naar Shoe ook. Dus dan neem ik jullie mee. We zijn en route. Ja, gewoon een ijsje halen. Met Livia, Lima, mama en papa. Je hebt de Urban Arrow. Je hebt bij Haarlem fiets gekocht. Haarlem fietswinkel. And we love it. En ik heb de S-Master bike. Nou, hoe gaat het nu met baby Lima? Nou, in veel filmen zie je nu dat ik heel veel aan het wandelen ben. Papa! De baby. Omdat ze helaas heel veel last heeft van krampjes. Dus de eerste 3 weken waren niet echt zo vlekkeloos als bij Livia. Niet echt een roze wolk dat je denkt alleen maar lekker relaxed. Maar het gaat nu heel goed met het kleine hummeltje. Het heeft minder buikkrampjes. We hebben het iets meer onder controle. Maar gewoon lekker veel wandelen en zo, niet echt van die helpen. Ja! Dus het gaat nu de goede kant op. En wat ik leuk vind aan Lima is dat ze blauwe oogjes. Hoe gaan we bij herstel? Nou, mijn herstel gaat echt top. Dat is echt veel beter dan bij Livia. Ik heb een hele makkelijke bevalling gehad. Ja, moe, hè? Voor mijn herstel gaat het heel goed. En dat scheelt ook wel, omdat je dan 2 kindjes hebt. Dat mag het ook wel. Hi. En met Lima gaat het nu ook goed, hè? Je blauwe oogjes. Het lijkt wel veel op Livia, hoor ik. Maar ze is toch een heel ander kindje. Want hoe reageren hondjes op de kindjes? Ja, Siri vindt het nog steeds vreselijk, maar sowieso kindjes vindt Siri gewoon niet leuk. Ze vindt het eng, ja. Ze vindt het onverwachts gewoon niet leuk. En Frankie is helemaal in de 7. Die vindt het helemaal geweldig. Die is haar kusjes aan het geven, die speelt ermee. Livia is ook echt alleen maar met Frankie bezig. En Siri. Heb je het van mama? Ja, hè? Zag je hoe die keek? Nee. Ik ben echt zo. Dus het is een beetje nu echt een vol huis. 2 hondjes, 2 kindjes. Als je naar weg moet, is het iets langer dat je mee bezig bent. Maar we vinden ons ritme wel, dus het gaat eigenlijk wel steeds beter de goede kant op. Want je had een verrassing voor mij? Ja, ik voelde me een beetje schuldig, maar nog steeds. Omdat ik natuurlijk niet echt op de juiste tijd ben bevallen. Maar ja, dat is natuurlijk niet te plannen. Niet te plannen ook. Dus Jill was alleen op de modefabriek, inkoopseizoen. Nou, wel met ons team, hè. Maar ik bedoel, jij was er niet bij. Om te helpen. Dus ik had een mooi cadeau voor de gekocht. Ga ik even pakken. En dat heb ik niet gefilmd. Ik zou het wel filmen, zei ik. Maar dat was er toch niet van gekomen. Maar Jill is er heel blij mee. Ik heb het elke dag aan. En ik heb ze nu ook voor mezelf met crème gekocht. Omdat ik ze zo mooi vond staan. Ik heb ze elke dag aan tot nu toe. Ik denk dat velen van jullie ze al hebben gezien op mijn persoonlijke Instagram account. Het oude model zat al heel lang op mijn verlanglijstje van Givenchy. Het was iets chiquer. En deze is dus met een platformsol. Dus je staat hoger. En die is echt, ja, met die slotjes echt amazing. En het zit heel lekker. En het zit dus heel lekker. Ik heb ze echt, wat ik zeg, ik heb ze nu elke dag aangehad. Dus dat is een goed cadeau. Super lief van Marie. En het veel te gek, maar goed. Ik zeg niet dat ik ze niet aannam. Dat dan ook voor het. Dus dat ben ik echt waar ze mee is. Ik vind het zo grappig als jullie onze vlog dagboek zetten. Kijk, de kinderen is het zo chaotisch. En de vorige keer was het helemaal gesteld. Helemaal recht zaten we voor de camera goed. Maar hè. Things change. Things change. En ik moet zeggen, het kan alsnog meer chaotisch zijn. Wij zijn nu in Amsterdam, even lekker aan het winkelen. We gaan nu even naar Litchi en naar Skins. We gaan eind september op vakantie, dus ik heb even wat leuke jurkjes nodig. Echt zomer, nu heeft Litchi een stock sale. No promo, dus ik hoop dat ik wat vind in mijn maat. En rokjes ook mee, ik heb vanochtend gewerkt, vandaar de waanzinnige make-up van Harley. Ik ga nu even het eten halen voor Rokje en dan gaan we verder winkelen. Kijk, rokjes zijn al bepakt en beladen, want we waren veel te warm gekleed, hè liefde? Love you! Ja, love you! Oké. Allemaal eten Litchi. Maar ik loop nu aan de overkant. Ik ga bij Skins iets halen. Maar ik kan de wagen niet omhoog. Ik ben nu bij Litchi Girls. Ik heb dit setje aan. Het is alleen net groot, denk ik. Maar het is wel enig. Ik hou van glitter. Oké, Mike en ik zijn aan het shoppen. Ja. Rok zit aan de borst. Alles zijn we aan het afkraken bij Dior, maar dit vinden we leuk. Ja. Ik denk wat niemand leuk vindt. Simpel zo'n shirt. Vinden wij wel leuk. Ik kan niet eens lezen dat het Dior staat. Nee, dat vinden wij juist leuk. Enig, schat. Ja, ik vind de maat ook goed hoor. Ja. Dat oversized. Welke maat draag je nu?
11. Rook vindt die papkamers. Waar is papa nou? Het einde. Waar is papa nou? Zullen we kijken naar papa? Dat is mooi. Dat is mooi. Wauwie. Rocket, wat ben je doen? Wat ben je aan het doen? Boe. Boe. Nou, Mike heeft nu een tas erbij gevonden. Oh, ik ga zo stuk om deze man. Jij gaat later in de schoen. Ik heb een mooie ster gekregen, hè? Rocketstar. Hé? Kijk wie ik ben tegengekomen. Hallo. Nou, hallo. Ik vind hem beeldig staan, dus op. Je like? Ik wil het eigenlijk met I goud. I really like. Nee. Want ik heb bikinis ook met goud. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk. Ja, deze staat wel heel classy. Ik denk, laat zien dat ik een Lucci stil heb gekocht. Ik heb dit mooie Colbert jasje / jurkje gekocht. Heel oversized de maat. Dan heb ik deze gekocht. Een BH'tje. En zoals jullie weten, dit setje. En die is echt beeldig met al die stenen. Hé, Rok? Ja. Ja, gezellig hè, Amsterdam? Ja. Ja, hè? Gaat het zo? Hé, Rokke? Gaan we de outfits laten zien? Oké. Laat hem maar staan. Ik heb deze top gekocht. Ik heb even geen BH eronder aan, maar ik heb nog een BH. Dan met dit rokje. How cute. Ik probeer mijn telefoon ergens neer te zetten, maar het lukt me niet. Oh, Rocket vindt de telefoon ook heel leuk namelijk. Ja, zo lukt het. Ik heb dit jurkje gekocht bij Lynchy. Een losse top van Nué en het rokje ook. Oh, Rocket. Hallo. Dit ga ik denk ik aandoen met oud en nieuw kerst. Of gewoon met een leuke girls night out. Oké, op naar de volgende outfit. Kijken waar ik hem aan neerzet dat Rocket hem niet pakt. Maar Rocket is me aan het volgen. Oké, dus dit is outfit nummer 1 wat ik heb gekocht. Dit is outfit nummer 2. Heel mooi, hè? Ja. Mm-hmm. Dit is een hele mooie blazerjurk. Ik heb eigenlijk alles met stenen gekocht. Met steentjes. Een mooi randje eronder. Ze hadden er nog een paar van, dacht ik. Het is geen ad, dit trouwens. Ik ben gewoon mega fan van Litchi. En nu met alles in de sale is echt waanzinnig. Deze ga ik dus vanavond aandoen met Date Night. Dat is aankoop nummer 2. En daaronder draag ik even het BH'tje. Dat is deze. Om erbij te combineren vind ik leuk. Een hele mooie wing. Die zie je eigenlijk niet, maar als je dan af en toe een overvalt, dan zie je iets moois zilvers er nog bij. Oh, en ik heb nog één jurkje gekocht, want ik wil het laten zien. Dus ik ga nog even voor jullie pakken. En dit jurkje heb ik ook gekocht bij Litchi. Een enig jurkje, al zeg ik het zelf. Hij is alleen wel wat kort. Heb ik normaal gesproken nooit. Maar het is wel heel mooi van het jurkje. Misschien doe ik deze vanavond aan, als date night. Ik ga vanavond met Mike naar Chichonis. Chichonis, ik zeg altijd fout. Ik denk zelf dat hij dit mooier vindt. Maar ik denk dat ik ook weer een jasje aan doe. Hé, hey, Rocket. Dan ben jij bij je liefste vriendinnetje Joyce. Dit is helemaal vol in de glam. Prachtig. Ja. En ik heb straks inkoopseizoen. Dat houdt in dat al onze klanten van Reinig naar ons kantoor komen om de nieuwste collectie te kopen. Rocket, het draait niet altijd om jou. Het draait niet altijd om jou. Wij zijn ook lekker naar Amsterdam geweest. Ja, ben je lekker gaan winkelen? Ja, Rocket vindt het hilarisch op de pc. We zijn even naar de pc geweest, dat doen we eigenlijk nooit. Eens in de zoveel tijd gaan wij naar de pc, dat is één keer in het jaar of zo. En nu toevallig kwamen Loesje met haar vriendin Fiek tegen. We hadden een heerlijk dagje gewinkeld. Ik ben naar Litchi geweest. Ik heb daar heel veel mooie jurkjes aangeschaft voor de vakantie. Dat heb ik voor jullie ook gefilmd. En voor de rest zijn we in de avond bij Momo's gaan eten. Dat heb ik niet gefilmd. Want ik had ook nog een kind in mijn handen. Want ze hebben daar niet echt een kindvriendelijk restaurant. Een proper kinderstoel ook. Dus jullie, waar ga je naartoe op vakantie? Ik ga naar Marbella. Maar misschien ga ik ook nog naar Ibiza. Datum is nog niet zeker. Maar ja, we willen lekker even uit. Ik wilde gewoon even shoppen voor vakantie. Ook al blijf ik in Nederland. Ik wil gewoon nieuwe outfits en kleertjes. Dus zijn we geslaagd? We zijn zeker geslaagd. Mike had mooie outfits. Ik had al die jurkjes bij Litchi gekocht. Dus nee, het was een leuk, gezellig familiedagje. Ook met z'n drietjes. En Rokje was gewoon de hele dag mee. Oké, good morning. Lima slaapt, Livia slaapt en ik dacht, ik ga heel even mijn routine doen die ik eigenlijk dagelijks elke dag doe voor mijn huid. Aangezien ik nu Mom Life niet zoveel tijd heb, gebruik ik eigenlijk altijd de producten van Glen Glow. Dit gebruik ik echt al 2 jaar. Ik begin eventjes met mijn gezicht schoon te maken met de cleanser, de strawberry cleanser. Dus de enige cleanser waar ik geen allergie van krijg. Dat is echt top. Normaal gesproken word ik echt helemaal rood. En toch denk je, ondanks je make-up hebt afgehaald, dat er best wel veel viezigheid op zit. Ik doe dit lekker altijd met een washandje of een handdoek.
Ik heb eigenlijk nooit watjes in huis. Zo, best wel vies. Na de cleanser gebruik ik mijn toner. Dat is deze. Van Glen & Glow. Echt alle viezigheden eraf te halen. Ik ben heel schoon. Ik pak ook altijd mijn nek mee, omdat ik daar ook altijd make-up op heb. Zo, zoals je kunt zien heb ik een hele lekkere schoon huidje. Dan, last but not least, mijn favorite product. De moisturizer. Dit gebruik ik echt in de ochtend en in de avond. Hij ruikt ook echt heerlijk naar kokos. Ik doe altijd echt 2 pompjes en dit verdeel ik eigenlijk over mijn gezicht. En nu ik eigenlijk de baby heb ik eigenlijk niet zoveel make-up op. Dus vind ik wel heerlijk om even te hydrateren. En dit gebruik ik echt dagelijks. Ik doe eigenlijk om de dag doe ik nog het serum erbij. En voor de hetere dagen doe ik hierna eigenlijk ook altijd de SPF. Toch van Glen & Glow hun nieuwste product voor de warmere dagen. Maar deze 3 producten gebruik ik echt altijd standaard ochtend en de avond. Strawberry cleanser. Deze, de tonic en de dagcreme. En met Reiners 15 krijgen jullie 50% korting. Hoe leuk is dat? Kijk mijn gezicht na de Glen & Glow producten. Heerlijk glowy. En zoals je ziet geen allergieën van de toner en de strawberry cleanser. Love it. Wij zijn een taart aan het maken. Taartcake. Hey Livia. Livia is al druk bezig met de versiegels. Oh, maar die is niet papa heel blij mee zijn. Oh, ga je even opruimen. Oh nee, en dan moet ik nog over taart heen. Oké, chocolate cake. Nou, dan doe ik het gewoon een beetje zo. Livia, laat zien wat je in je mond hebt. Hebben wij een cake gebakken. Oh, is het om de suikers. Vind je wel een heel leuk kapseltje hebben zo, een off-shoulder lookje. Ziet er echt beeldig uit. Wil je het even opruimen? Yes, yes. Dat wel dan? Yes, yes. Oh, no, no. Yes. Yes, yes. No, no. No, no. No, no. Mm, lekker zeg. Ja, ja. Ja, ja. Wow. Kiekeboe. Ja, ik vind het wel heel mooi geworden. Amazing. Ja. Wat heb je? Dag. Dag. Wat heb je voor lekkers? Ja. Oh, lekker zeg. Heerlijk. In de stoel eten? Wil je blijven? Mama! Maar die mis je het om te werken en wil je weer aan de slag? Ja. Nee, we zijn natuurlijk net verhuisd met het Reiners Office. Dus dat maakt het nog moeilijker, want het is super mooi geworden. Helemaal ons plekje gevonden met de eigen keuken, waar onze kinderen lekker kunnen eten met ons. Dus dan gewoon ongestoord kunnen we eigenlijk lekker met het gezinnetje ons ding doen. Dus dat maakt het dan nog erger, maar ik vind het wel echt heel erg jammer dat ik hier geen inkoopgezin heb. Met alle leuke klanten. Ik ben wel bij een paar klanten geweest, maar dat was puur echt toeval dat ik bij Sjoel op bezoek was. Dat zij sliep. Ik denk, nou, ik zeg kindjes gedag. Maar ik mis het wel. Maar ja, ik zeg ook tegen Marie, neem gewoon je tijd. Door die kraamtijd krijg je nooit terug. Die kleine was nu een maandje, dus chill. Relaxed. We redden het. En het team doet het ook super goed. Daar zijn we ook super trots op. Dus, Rocket en Livia, hoe zullen we die beschrijven en lijken ze op elkaar? Oh, leuke vraag. Ik vind niet dat ze op elkaar lijken, qua innerlijk, uiterlijk eigenlijk. Helemaal niet. Totaal niet. Sommigen zeggen dus van wel, maar ik zou niet weten wat. Nee, ik soms ook niet. Ja, nee, nee, nee. Nee, zowel mijn lange wimpers. Nou, zowel het innerlijk en uiterlijk niet. Nee, Livia is veel slimmer. Pinter gewoon. Die, als je haar één keer iets zegt, dan onthoudt ze het. Heel ondernemend. Heel ondernemend. Ja, gewoon ook wel een boefje. Stoutertje. Een boefje. Lief. Zit niet stil. Ze is wel druk bezig bij. Ze is wel een bezig meisje. En ze is best wel bij de hand. Bij de hand. Ja, Rocket doet wat ze wil. Niet echt knufferig. Nee. Rocket die is kan een groentje noemen we het wel. Heel knufferig. Zachtaardig. Ook zou je af en toe niet denken. Hij is heel rustig. Voor baby, zeg maar. Vogel, ja. Ook af en toe zijn dingen. Hij heeft een heel lief, zacht karaktertje. Ja. Tegenstelling tot Bel en Livia. Ja. Ja, je ziet, ik merk sowieso dat meisjes wat sneller zijn in de ontwikkeling. Rock die kan ook wel dingen hoor, maar meer, zeg maar Toppie, doe Toppie, doe Toppie, ja Toppie, Pies, 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 goed zo, en Box, en High Five. Hij is wel heel goed met zijn handjes, je ziet al dat het best wel creatief is. Dus wordt het ook een artiest. Met tekeningen en zo, dus dat vind ik dan wel leuk. Maar hij loopt wel iets achter vergeleken met de meisjes, die zijn gewoon veel sneller met alles. Ook met lopen bijvoorbeeld. Weet je het over jou gaan, Rock? Ja. Maar Rob is echt het schattigste jongetje. Ik ben ook allemaal zo verliefd op hem. Ik kan alleen maar huilen op Rob, omdat het ons enige jongetje is. Dat weet hij ook. Hij hij werd zo verwend ook. Maar met al die meisjes om hem heen heeft hij het af en toe ook echt wel zwaar hoor. Dat ja. Wel. Ja. En wat gaan jullie
in de volgende weekvlog zien. Ik denk voornamelijk meer mamlife, nieuwe collectie. Nieuwe collectie. Ik heb nu ook de smocked dress aan. Die is echt super chill. Ik ben dus nog niet op kantoor geweest. Vandaar Sjoerd net die doos in mijn auto gezet. Ik ga leuk op tweeën met Libia. Dat zal je ook in de vlog zien. Oh ja, leuk om mijn outfit. Ja, maar die is voornamelijk familie. En ik ben voornamelijk druk met werk. Dus ja. Mij zal je misschien iets minder in de vlog zien. Maar ik doe mijn best. Nou, dus tot de volgende weekvlog. En dan blijf ik consequent posten nu. Reinders! Papa. Ja, pap zet. Doe maar een kusje, Rok. Geef maar een kusje.